Ja, omdat een ooggetuige zegt dat hij vlak na de verdwijning van Willeke Dost heeft gezien dat hier gegraven is. Naar aanleiding daarvan is er onderzoek gedaan en zijn er speurhonden hier wezen zoeken. En 3 honden hebben onafhankelijk van elkaar precies dezelfde locatie aangewezen. Daarna is er bodemonderzoek gedaan en zijn er foto's genomen. En daarop zou te zien zijn dat op 2 meter diepte hier iets begraven ligt. En de politie wil nu natuurlijk weten wat dat is. Wij gaan hier nog een keer graven, omdat de afgelopen dagen de zaak weer in de media is geweest. Dat heeft ertoe geleid dat wij alle informatie in de zaak weer opnieuw hebben beoordeeld. En ook vanwege de verwachtingen uit de buitenwereld gaan wij hier vandaag graven. Is het dan alleen voor de media of denken jullie echt dat hier iets ligt? Het is niet alleen voor de media. Het is ook omdat we niet kunnen uitsluiten dat er hier aanwijzingen zijn die iets te maken hebben met de vermissing van Willeke Dost. Vandaar dat we hier gaan graven. In 2010 hebben ze hier ook al gegraven, maar toen hebben ze niks gevonden. En dat is ook de reden waarom de politie in de eerste instantie niet in actie wilde komen. Maar het hoekje waar vandaag gegraven wordt, daar is destijds niet gezocht. Dus daar hoopt de politie vandaag nieuwe aanwijzingen te vinden. Nou is er natuurlijk de kans dat Willeke Dost vandaag niet gevonden wordt. Maar daarover zegt de politie, ja, we willen alle scenario's uitsluiten.